Oké, zoals je ziet heb ik Boek 2.0 geïnstalleerd en ik ga hem jullie nu laten zien. Even kijken waar die terecht is gekomen. Ja, hier hebben we hem. Nou, dit is het startscherm van Boek 2.0. Mooi overzichtelijk, lekker fris, blauw, rood, wit. Met een aantal knoppen. Applicaties, auteurs, de 125, rubrieken. En twee vraagtekentjes. Nou, als je daarop klikt, dan krijg je informatie over het boek. Je ziet wie de initiatiefnemers zijn. Er is een website, boek 2.0. Wat gebeurt er als ik daarop klik trouwens? Ja, dan gaat hij daar naartoe. Oké. Zoals je dus ook ziet, kan ik in- en uitzoomen in iedere pagina van, van deze app. Nou, links aan de zijkant zit de home-knop en ik ga even terug naar het startscherm. Laat ik beginnen met applicaties. Als ik daarop klik, dan krijg ik een menu te zien met de letters uit het alfabet. Nou, laat ik eens op de A klikken. Wat krijg ik dan? Een overzicht van alle applicaties die met een A beginnen en in het boek beschreven zijn. Klik ik nu bijvoorbeeld op Audioboo, dan krijg ik de betreffende beschrijving. In dit geval een bijdrage van Serge De Beer. Ik kan het scherm niet draaien, dus ik kan hem alleen maar deze stand tonen. Kun je het niet goed lezen, dan kun je gewoon met twee vingers in- en uitzoomen. Is geen enkel probleem. Laat ik teruggaan naar Home en laat ik eens op de auteurs klikken. Ook daar krijg je knoppen van het alfabet. Ik klik op de Z. Zou er iemand zijn? Ja, natuurlijk. Onze Tessa van Zadelhof. En klik ik nu op haar naam? Ja, dan kom ik ook bij haar bijdrage terecht. Wat ik ook zie is dat als ik even op het scherm klik, ik boven een zwarte bal krijg met wat extra knoppen, waaronder het sterretje. Nou, dat is de favoriete knop. Klik ik op de plus, dan heb ik bij deze... Oh. Dit had even niet moeten gebeuren. Nou, we gaan terug naar de demo. Laten we zeggen dat dat een kleine hiccup was. Waar was ik mee bezig? Met de pagina van Tessa. Ik klikte even op het scherm, op het sterretje. En ik maak er een favoriet van. Zo. Hij geeft als titel bij de favoriet de letter F. Dat begrijp ik niet helemaal. Want je zou verwachten dat deze pagina een andere naam heeft. Ook zie je hieronder een schuifbalk en daarmee kan ik heel snel, zoals je ziet, door alle pagina's scrollen. Linksboven is ook een knop en dan krijg ik op deze manier een overzicht van alle pagina's. Die zijn gewoon alfabetisch weergegeven. Terug naar Home. Je kunt ook klikken op de 125 en dan krijg je een overzicht van alle auteurs die hebben bijgedragen aan dit boek. Zou ik er zelf ook bij staan? Eens even kijken, wat heb ik gedaan? Scoop it. Ja. Nu zou je verwachten dat als je hierop klikt, dat je ook naar het betreffende artikel gaat, maar dat werkt helaas niet. Of helaas moet ik zeggen nog niet, want... deze app is bewust als app uitgebracht en niet als e-book, want door hem als app uit te brengen heb je de mogelijkheid, hou je de mogelijkheid om updates uit te brengen. En dat betekent dat met behulp van de feedback zoals ik nu geef, waarom zijn deze namen niet aanklikbaar, de auteurs misschien denken van hey, ja, dat is slim, dat gaan we er alsnog inbouwen. Dan brengen ze een update uit en die kan je gewoon downloaden. Wat heb ik nog niet behandeld? De knop rubrieken. Nou kijk, dat is heel mooi. Want alle 125 bijdragen zijn ondergebracht in rubrieken. Klik ik nu bijvoorbeeld op videobewerking. Dan zie je alle artikelen. Dik nou, wedden dat die van Vincent is? Nee, niet eens. Hey. Ik kan ook één stap terug met dat pijltje linksboven. Dat is ook wel mooi. Elke das, Mindmeister. Nou, zo zie je dat je op allerlei verschillende manieren ontdekkend door de app kunt gaan. En dat is natuurlijk wel heel leuk.
Het feit dat je je iPad niet kunt roteren, ja, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Als ik het niet goed kan zien, dan zoom ik gewoon in en daarna weer uit. Vandaag is deze app beschikbaar voor €4,99. En dat is natuurlijk geen geld als je weet hoeveel je voor het boek betaalt. En hier heb je de beschikking over alle inhoud. En, oh, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Even kijken of dat ook zo is. Ik pak even mijn eigen bijdrage, omdat ik weet dat daar een URL in staat. Dus is die aan klikbaar? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, oké, dat is mooi. En dat is natuurlijk een groot verschil ten opzichte van het boek. In een boek kun je geen URL aanklikken. En dat kun je in deze app wel. Even kijken of dat ook gaat werken. Alleen zul je nu geen geluid horen. Demo van Scoopit. Ja, ik hoor mezelf wel. Grappig. Oké, dat betekent dus dat je vanuit het boek heel makkelijk links kunt leggen naar materiaal wat online staat. Websites, noem maar op. Nou, tot zover even mijn eerste indruk van de Boek 2.0 app. Ik vind hem mooi. Hij is speels. Het navigeert prima. Er zijn een paar dingen die wat mij betreft nog toegevoegd mogen worden. En dat is in ieder geval de mogelijkheid om hier op een app te klikken. Maar voor de rest ziet het er gewoon heel goed uit. Oké, tot zover mijn eerste indrukken van Boek 2.0 als app vandaag voor €4,99 in de App Store.